Wanneer je de hekken hebt geopend met HDC en het voorhek en het voordeur hebt opengedaan, haal je de tag langs het alarmkastje. Dan kunnen alle binnendeuren open. Je begint met het keepershok. Zet deze deur vast en je kunt de rest van de procedure starten. Oh ja, houd deze binnendeur, die van de keeperkluisjes, gesloten. Niet alleen voor de kou, maar ook voor ongedierte. Wel zo prettig. Bij binnenkomst doe je de televisie aan voor de wedstrijdinformatie. De lampen. De kassa. De koelkasten open en de lichten aan. De koffiemachines zijn voorbereid voor die dag. Bij binnenkomst meteen aanzetten door een willekeurige knop in te drukken. En na een minuutje zijn ze operationeel. Kijk, dat gaat snel. Met de afstandsbediening van de Philips doe je de monitoren boven de bar aan. En hier in de poot van de kassa zit de schakelaar. Indrukken. En vervolgens de instructies op de monitor volgen. Met de verschillende tabs op de kassa kun je elk product vinden. Ook de non-food, zoals de bitjes en het tapeje. Voor de muziek ga je naar de kast. Alle versterkers zijn al aan. Het enige handeling die je moet doen is dit knopje. Draai naar systeem aan, indrukken en je hebt muziek. De afzuiger is van de kleedkamers, afhankelijk van het weer of op 2 of op 5. De keuken. De magnetron. Hoe werkt die? Heel simpel. Op die manier kan je het zien. Ontdooien tot aan de volle sterkte. Dat is de tijdsklok. De knop indrukken en hij loopt. Bij het open doen gaat hij weer uit. En zo werkt de oven. Temperatuur op 250 graden en die andere knop is de tijdsknop. Haal de broodjes uit de vriezer. En bak ze af in de oven. Hier een voorbeeldje. Ondertussen pak je de ingrediënten uit de grote koelcel. De ham, de kaas liggen in de koeltafel. Maar hier ligt eieren, ligt de sla, ligt de komkommer, ligt tomaat. En als de broodjes zijn afgebakken, kan je de platen niet zomaar met je blote handen pakken. Handschoenen dus. Voor het frituren doe je eerst de ventilator aan. Dat is tevens veiligheidsslot voor het gas. De kastjes open ter voorbereiding en de klep van de frituur. De kleine knop op de waakvlam en die zie je dan beneden. Vervolgens doordraaien op de grote vlam. Kijk, waakvlam. Even vasthouden, doordraaien naar de grote vlam. Woep. En dan kan je hem op temperatuur zetten, 180 graden. Na een half uur kun je frituren. Het fornuis werkt op dezelfde manier. Vasthouden, aansteken bij de waakvlam, vervolgens doordraaien voor het grote vuur. En ook die kan alleen maar wanneer de afzuiger aan is. De wasmachine heel simpel. Aandrukken, wachten tot hij op temperatuur is. 40 graden, 50 graden, hier 63 graden. En druk je op de tijdsknop. 1 minuut, 2 minuten of 3 minuten. Vervolgens is het klaar. De grill, contactgrill, aandoen en ook op 250 graden zetten.
Laat die maar aanstaan, zodat de hele dag door de speciale tosti's kunnen worden gebakken. Voor het aanvullen van toiletpapier en handdoeken, in deze dozen dus, vind je hier het sleuteltje aan de binnenkant van de kastdeur in het sleutelkastje. Mocht er bij de rechterkassa niet meer kunnen worden gepind, dan is waarschijnlijk het rolletje op. In de kast liggen de rolletjes. Vervang het rolletje en vervolgens kan er weer gepind worden. Voor het geval de koffiemachine, de melk of de chocomel op is, verruil je de container en plaats je hem terug. Je drukt vervolgens op 1 of 2, in dit geval is melk container 2, dus druk je op 2. Sluit de machine en druk op een willekeurige toets. Dan gaat hij spoelen. Mocht het tuutje aan de binnenkant vol zijn, ontgrendel hem dan. Haal het slangetje van het kraantje af, maak het schoon. Haal het tuutje eraf, vervang dat door een nieuwe uit de keuken en sluit hem weer aan. Vervangen, weer aansluiten en vergeet alsjeblieft het slangetje weer niet op het tuutje te zetten. En ook hier, als je voordat je sluit, op 2 drukken. Vervolgens weer gaan spoelen. En klaar is Kees. Oh ja, dit zijn de Mira-kaarten. Men kan gratis een Mira-kaart krijgen. Wat men moet doen is, jij als coördinator vult het volgnummer in en de klant vult de overige informatie in. Dit is de kaart en hier achterop staat het kaartvolgnummer. Voor noodinformaties aan de binnenkant van de kastdeur staan alle informatie. Bovendien staat er ook nog een map in die kast waar alle belangrijke informatie in is opgeslagen. Kijk, achter deze deur is de koeling voor het bier. De hendels moeten naar rechts gericht zijn. Je uittrekken en deze naar voren, die omhoog trekken en naar beneden. Zo is de biertap open. En uiteraard, als je gaat afsluiten, andersom. Uittrekken en omhoog. Bier is gesloten. En zet hier niks op alsjeblieft. Dat heeft te maken met de deur. Zo maak je een speciaal bier open. Indrukken van de nozzel. En buiten hier de gasfles opendraaien. Het is overigens een speciaal bier naast de Heineken-tap. En bij het afsluiten doen we het precies andersom. Kraantjes verticaal zetten, gesloten. De nozzel omhoog, klik. En vergeet alsjeblieft niet de gasfles weer te sluiten. Alle apparatuur zetten we uit. En ook de kassa. Vervolgens de geluidsinstallatie. Draaien naar systeem uit en indrukken. Klaar, lichten uit. Deur op slot. Uiteraard alle lichten uit van de koelkasten en de koelkastjes op slot. Vergeet niet de televisies boven de koelkasten uit te doen. Oh ja, doe deze tussendeur alsjeblieft dicht. Dat doe je op die manier. En de buitendeur is simpel. Hendel omhoog en op slot draaien. Even controleren. Dank u. Televisie uit. Dat knopje is een joystickje. Sluit deze tussendeur ook even af. Dan kan niemand achterom naar binnen.
Nou, als je alle deuren gesloten hebt, dan kan je met de tag weer langs het alarmkastje. En je hoort hem dan vanzelf piepen. Nou, doe het licht uit en verlaat het pand. Sluit de voordeur. Ten slotte moet je het keepershok sluiten. En daarna alle hekken. En dan zit je dienst erop. Dankjewel. Oh ja, en dan nog even dit. Alleen de baaicoördinator zorgt voor de verlichting en voor het sproeien van de velden. Nou, het aandoen van de lampen gaat heel simpel. Even aandacht voor veld 4. Daarbij moet je aandoen en vervolgens het steudeltje op 1 draaien. Dan gaan de hoeklampen aan. En bij uitdoen draai je het steudeltje naar 2. Anders blijven de hoeklampen branden. Het sproeisysteem wordt ook alleen door de coördinator gebruikt. Je kan 2 velden achter elkaar spoelen. Zet de knop op Manual All Stations. Maak een keuze voor je veld. Veld A is veld 1. Veld B is veld 2. Veld C is veld 4. En draai hem op Run. Dan gaat veld 4 sproeien. Dat was het. Dankjewel voor je aandacht.